Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Heikoop. We lezen vandaag verder in het boek Daniël, het 7e hoofdstuk vers 9 tot en met 12. In de voorgaande verzen horen we het begin van dit visioen. Een visioen over de komst van het Koninkrijk van God. De zee van de wereldgeschiedenis raakt in beroering. Vier grote dieren stijgen uit de zee op. Een gevleugelde leeuw, een beer die tussen zijn tanden drie ribben houdt geklemd, een gevleugeld luipaard met vier koppen en een angstaanjagend monster. Dat monster heeft ijzeren tanden, poten met koperen klauwen en 10 horens. Tussen de horens heeft zich een kleine horen, met ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Daarvoor moeten die andere horens wijken. Dit beest lijkt op een machine. We lezen verder vanaf vers 9. Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, om de oude van dagen zich neerzetten. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en 10.000maal 10.000 stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Toen keek ik, vegen het geluid van de grote woorden die de horen sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Ook de rest van die dieren ontnamen hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. Beste luisteraar, we horen dit visioen van David, van Daniël, over een rechtszaak die plaatsvindt. Een oude van dagen zet zich op zijn troon. Hij wordt omringd door 10.000 engelen. De boeken worden geopend, de rechtszaak begint. Het is wel duidelijk waar dit visioen op wijst. Daniël ziet in zijn visioen iets van het laatste oordeel dat op de jongste dag plaatsvindt. De rechtszaak is het gericht op de jongste dag. De oude van dagen met een hoofdletter wijst op de rechter van het laatste oordeel, Jezus Christus. En de vier dieren wijzen op vier koningen, op vier aardse machten die geen rekening houden met God. Tegenstanders van Gods koninkrijk. Zij zullen worden geoordeeld. Het dier dat grote woorden sprak, wordt gedood en in het vuur geworpen. En ook de andere drie dieren wordt hun macht en heerschappij ontnomen. En ook zij worden geoordeeld. In dit visioen van Daniël herken ik verschillende ontwikkelingen van vandaag. Zoals de toenemende macht van de Europese Unie. En het achterliggende gedachtegoed van de Great Reset. Zodra er over de Great Reset gesproken wordt, wordt er al gauw geroepen een complottheorie. Dat kreeg dominee P. Visser onlangs ook te horen. Toen hij een spraakmakende preek hield vanuit Openbaring 13. En daarbij ook de lijn legde naar de Great Reset. Maar als je gewoon kijkt wat het World Economic Forum zelf in alle openheid zegt en publiceert, dan is het veel erger dan de complottheorie. In alle openheid spreken wereldleiders die hiermee bezig zijn over de Great Reset. Ook de meeste leiders van de Europese Unie zijn vol lof over de doelstellingen van het World Economic Forum. En dingen van hun gedachtegoed herken ik ook in dit visioen van Daniël. Wereldmachten die streven naar wereldheerschappij. Overheden die niet alleen geen rekening houden met God, maar bewust negeren of doodzwijgen. Bewust bezig zijn een eigen wereldheerschappij op te bouwen. Waarin er geen plek is voor joods-christelijk gedachtegoed.
In Brussel is een museum voor de Europese geschiedenis neergezet. Maar daar speelt het christendom nauwelijks meer een rol. Daarvoor is geen plaats meer. Dat wordt uit de geschiedenis weggeschreven. En een ideologie krijgt steeds meer totalitaire trekken. Wordt ook steeds intoleranter. Iedereen die niet op hun denklijn zit, iedereen die niet woke is, is slecht en moet de mond gesnoerd worden. De vrijheid van onderwijs wordt geleidelijk aan steeds verder ingeperkt. De ontwikkelingen gaan de laatste tijd hard. Het hele idee dat je man of vrouw bent en dat die twee mensen bedoeld zijn om samen een eenheid te vormen als bouwsteen voor de samenleving, wordt steeds meer bestreden. Overheidsuitgaven worden zo opgejaagd dat ze nooit meer afgelost kunnen worden. Geld wordt bewust haar waarde ontnomen. En er wordt reclame gemaakt voor de nieuwe mens die niets bezit, maar wel gelukkig is. Tenminste, als hij de overheid gehoorzaamt en net zo denkt als de overheid voorschrijft. De overheid spreidt haar vleugels steeds verder over de samenleving uit. Net als de gevleugelde dieren van Daniël. Steeds meer wordt geregistreerd wie wat doet, waar die zich bevindt, waarna hij of zij zoekt op internet. En zelfs medische informatie, tot voor kort privébezit, wordt nu door de overheid toegeëigend. Niet alleen meer in China, nu ook in West-Europa en Nederland. De democratie wordt steeds verder ontmanteld. Niet gekozen bureaucratieën in Brussel en Straatsburg nemen de regering over. Zij kunnen niet worden weggestemd. Zij bepalen zelf al wat ze doen. Hun macht en bevoegdheden breiden zich steeds verder uit. Ze worden zeer machtig. Net als de dieren uit het visioen. En net als deze dieren hebben ze ook weinig op met God. Het zijn antichristelijke machten. Net als die dieren die Johannes later ziet in zijn openbaring. Het vierde dier, het meest afschrikwekkende, lijkt op een machine. Het is beestachtig. Machines die in staat zijn om dood en verderf te zaaien. Ook daar zien we trieste voorbeelden van om ons heen. Rond het land Israël worden grote hoeveelheden wapens opgepot om Gods volk weg te vagen. De Hamas in de Gazastrook, Hezbollah in Libanon en Syrië. Er worden terreurtunnels gebouwd, drones ingezet. Allemaal gesponsord door Iran en de Europese Unie. Dit vierde dier is een monster dat alle christelijke waarden wil veranderen en vernietigen. Dat Gods volk wil vernietigen. Ik denk niet dat je van dit visioen elk detail precies kunt overzetten naar nu. Dit visioen voorspelt niet elke politieke ontwikkelingen die we vandaag om ons heen zien gebeuren. Zo zijn de visioenen niet bedoeld. Maar ze geven wel een waarschuwing. Ze laten wel zien hoe sterk antigoddelijke machten hun macht uitbreiden, voorafgaande aan de jongste dag. En die ontwikkeling zien we wel duidelijk terug. In de Europese Unie, in het gedachtegoed van de Great Reset, in het woke-gedachtegoed. Er is een strijd gaande. Daarvoor waarschuwt ook dit visioen ons. In de eindtijd, de tijd voorafgaande aan de jongste dag, zal de strijd toenemen. De strijd van antichristelijke machten die samenbouwen tegen het Koninkrijk van God. Maar dit visioen waarschuwt niet alleen. Het biedt ook hoop. Gegronde hoop. Het laat ook zien dat, hoe sterk die antichristelijke macht zich ook verheffen, eens zullen ook zij onder het oordeel komen. Ze kunnen niet eindeloos doorgaan met het ontkennen van en het bestrijden van de christelijke traditie. Een oude van dagen zal straks op de troon plaatsnemen. Dat verwijst naar de Allerhoogste. En uit andere Bijbelgedeelten weten we dat Jezus Christus het eindoordeel zal vellen. Dan op die dag zal hij de macht van die antichristelijke overheden afnemen. Allerlei ontwikkelingen die gaande zijn baren grote zorgen. Maar bemoedigt dit visioen ons, ze gaan niet eindeloos door. Ze zullen niet overwinnen, ze hebben slechts een beperkte tijd. De heerschappij is hen gegeven tot een bepaald tijdstip
en een bepaalde tijd, zegt vers 12. Dat tijdstip, het moment dat Jezus terugkomt, lijkt nu niet lang meer te duren. In al die trieste ontwikkelingen horen we de voetstappen van de komende Christus. Hij komt. Hij zal alle antichristelijke machten onttronen. Hij zal recht doen aan zijn volk. En daarom houd moed. Wees waakzaam en nuchter. De vier beesten slaan wild om zich heen. Maar ze hebben niet lang meer. De toekomst is aan hen die op de troon zit. Jezus Christus. Amen. Laten we samen bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u voor dit visioen van Daniël. Waarin we zoveel dingen herkennen die we ook vandaag zien gebeuren. Op meerdere momenten in de geschiedenis, maar zeker ook vandaag. En wat een bemoediging dan om te horen, Heere, dat al die antichristelijke machten die zich verheffen, op allerlei manieren macht naar zich toetrekken, dat die niet de toekomst hebben. De toekomst is aan u. De Heere Jezus Christus, u die op de troon zit, u komt straks terug. Dan zal het eindoordeel plaatsvinden. En dan zal uw gerechtigheid zich baanbreken over heel de wereld. En alles wat er tegenin gaat, zal dan worden uitgebannen. Heere, wat een hoopvol teken is dat in deze donkere tijd. Wij danken u daarvoor. Geef dat die hoop ook ons leven moed en kracht mag geven. Ga zo met ons, wij bidden het u. Uit genade, om Jezus wil. Amen.